Ja. Nou, dan is dat de eerste productie waar die spelen. Is ook niet zomaar één. We kennen veel Nederlands drama, maar hier is echt uitgepakt op een manier. Ja, dat hebben we volgens mij nog niet eerder op deze schaal gezien. Er moeten natuurlijk ook allerlei dingen tot leven komen. Vliegtuigen die niet meer bestaan, of misschien ergens in een museum staan. Ja. Hoe is dat? Er zijn ook allerlei groene schermen gebruikt. Hoe was dat, Fetja? Nou ja, ze hebben wel die vliegtuigen. Toch, er zijn nog wel een paar, maar die staan heel verspreid over verschillende delen op de wereld. Je ziet nu een greenscreen. Daar staat Steve de Bot voor. En wat ze dan doen is bijvoorbeeld een stukje bouwen van een vliegtuig. En dan lengen ze dat aan. Dan zetten ze dan een groen scherm voor. En dan doen ze dan in de post, maken ze daar dan de staart aan. In de post, achteraf de bewerking. Ja, ze hebben wel één vliegtuig helemaal een replica gebouwd van de Fokker D7. En wat je hier dan snel ziet is dat ze bijvoorbeeld, omdat de cameraman een kader moet hebben, nemen ze gewoon een hedendaags toestel op en dan plakken ze daarna een oud toestel daarop. Zo, ja, ja. Maar zo acteer je dan ook. Dus je moet het eigenlijk voor je zien, terwijl het er niet is. Heel veel voor een groen scherm gestaan en zeggen, dit is dit vliegtuig en dat toestel. Dit is New York, geloof ik, hè? Heel veel bluff. Ja, dit was daarom zijn we ook in Hongarije, in Boedapest beland. Omdat je daar een stukje New York hebt. Dat zie je ook in vele Amerikaanse films terug. En dat hebben ze dan hoger gemaakt. Want je moest natuurlijk New York in het interbellum zien te hebben. En dat hadden ze daar een stukje. Dus twee oorlogen. En dit is het restaurant van Schiphol. Dat is ook helemaal gemaakt in de post. Dus in de nabewerking. En de vormgever heeft alleen een terras gebouwd op die dijk. En de rest is er dus achtergeplaatst. Maar is dat niet later? Jullie zijn natuurlijk acteurs. Dus je bent gewend om je voorstellingsvermogen te gebruiken. Ja. Het lijkt me toch best vreemd als je zoveel erbij moet bedenken, Daan. Dat is het. Maar we hadden natuurlijk Joram Luurs, de regisseur. Mm-hmm. Die ons heel duidelijk uitlegde wat hij voor ogen had en wat hij ging zien. Ja. En de jongens van Planet X die dit dus hebben gedaan, de special effects mannen, legden ook het een en ander uit. Ja. Maar het was soms wel gek, om voor een